Wat als je een goed doel financieel kon steunen zonder dat het jou iets kost? Dat kan. Dat kan echt? De meeste banken verdienen vandaag namelijk veel geld. Ze verdienen geld op je lening, op je spaargeld en zelfs elke keer als je je bankkaart gebruikt. Stel dat je schoenen koopt van 35 euro en je betaalt met je bankkaart. Dan krijgt de handelaar pakweg 34,86 euro. Geen 35 euro dus. Die paar centen worden volgens een ingewikkeld systeem verdeeld onder al wie betrokken is bij de transactie. En dat gebeurt dus elke keer als je je betaalkaart gebruikt. En nu komt het. Newbee lanceert een nieuwe kaart. Niet zomaar een kaart. De GoodPay Prepaid Mastercard van PFS. En wat gebeurt er als je met die kaart betaalt? Hetzelfde. Alleen, Newbee deelt zijn winst. Per betaling die jij doet met je kaart, geven wij 5 cent aan een goed doel dat je zelf kiest. Je hoeft maar drie dingen te doen. Stap 1. Word kopierant van Newbee. Dat betekent minstens één aandeel kopen voor 20 euro. Deze kost is eenmalig en geeft je recht op een stem bij Newbee en op een deel van de winst. Stap 2. Vraag je GoodPay prepaid Mastercard aan en duid je organisatie aan als goed doel. Je kaart is gratis als je ze minstens één keer per maand gebruikt voor een aankoop. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je ze zo vaak mogelijk gebruikt, want op die manier steun je je goede doel. Stap 3. Laat je kaart op door geld over te schrijven van je huidige rekening op je kaart. En het steunen kan beginnen. Bovendien kun je met je kaart zelfs geld verdienen. Als je de kaart wekelijks gebruikt om een aankoop te doen en je in België geen cash afhaalt, krijg je van UB jaarlijks 2,5 euro. Dat is niet veel, maar toch. Dus onthoud: jij kan het verschil maken, je hoeft er niet voor te betalen, je moet het gewoon doen.